zit toch een zware doos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zo, en die kan ik dan hier neerzetten. Zo, hé. Hé, mijn camera stond al aan. Wat leuk. Hallo, eens kijken. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en ik ben vandaag weer hier. Ik heb allemaal nieuw materiaal heb ik weer neergelegd dat ik weer kan gebruiken vandaag. Het is zo mooi allemaal. Maar leuk dat jullie er zijn. Vandaag heb ik een leuke planning. Roy en John-Peter waren samen eventjes op pad. Geen idee wat ze gingen doen. Maar dat maakt niet uit. Dat gaf mij heel even de tijd om even een leuk knutselwerkje te gaan doen. Kijk eens, ik had zo'n leuk idee. Ik ga het gelijk uitleggen. Wat wij namelijk gaan doen. We gaan eerst in de auto stappen natuurlijk. Want ik heb de appanto heb ik gewoon hier neergezet zo. En ik ben erachter gekomen dat ik mijn kunsten kan gebruiken voor heel veel geldkijkers. Wat wij namelijk gaan doen vandaag. Eens even links en rechts kijken. We gaan vandaag op pad. En mijn planning. Mijn planning is om een auto te gaan maken. Eerst maken, dan monteren. En dan vervolgens wil ik hem aan de politie verkopen. Ik ga dus gewoon een politieauto maken en monteren. Alleen, ik kan hem niet echt als politieauto maken. Want dan krijg ik waarschijnlijk weer de boete. Maar ik kan hem erop laten lijken. Dus dat gaan we dan ook doen. Kijk eens, we gaan de beste, mooiste auto ooit kopen. En hij wordt zo prachtig dat we hem kunnen verkopen aan de politie. Dus daar gaan we. Oh, wat is het koud, dat ijs. Maar het is wel lekker om een ijsje te nemen in die zon zo, hoor. Maar goed, jullie kennen deze plek sowieso nog wel. Kijk eens, dit is waar ik al vaker auto's althans gemonteerd heb. Hier zou ik ze wel eens monteren. Maar kijk, daar staat hij al. Oh! Kijk eens, ik ga deze auto. Het is een beetje schroot op. Zie je, er zit hier schade op en zo. En oh, het is eigenlijk zo slecht. Alleen, we moeten hem even gaan monteren. Maar ik heb maar een bepaald aantal budget hiervoor. Dus zoals die schade weghalen. Ik kan het heel goed zelf, dat weten jullie. Maar ik moet even kijken of ik dat iemand anders kan laten doen. En dan kan ik de rest daarna de upgrades toevoegen. Want anders heb ik niet genoeg geld daarvoor. Want ik heb het allemaal lekkere donuts uitgegeven. Zo, laten we snel instappen, kijkers. Zo, hé. Snel instappen. Eigenlijk moeten we ook even tanken. Dat doen we eerst even. Maar dat kost me ook allemaal nog eens geld. Kijkers, moet ik en tanken en monteren en upgraden. Maar we gaan het wel lekker aan de politie verkopen. En dan verdienen we zoveel geld. Zo, we kunnen er niet tegen gaan. Dan gaan we, hoor. Oh, we moeten even langs de ANWB. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Ik ga ze wel heel erg beoordelen, hoor. Hoe ze alles gaan doen. Zelfs het raam in de achterkant is stuk. Dat kan toch niet? Oh, de auto is aan het roken. Kijk eens, zien jullie dat? Hij is aan het roken. Dat is helemaal niet de bedoeling. We moeten snel zijn. Voordat hij stil uitvalt of zo. Oh, dat kan ik toch niet hebben. Dat kan toch niet gebeuren. Oh, oh jee, er is politie achter. Waarom moet het nou altijd gebeuren, die politie? Oh nee, ik zie het al. Ik zie het al. Dan gaan we toch niet volgen, hè? Dan gaan we toch niet volgen, hè? Oh, kijk eens. Oh, het is groen. Het is groen. Ik mag door. Kniplicht naar links. Daar gaan we. We zijn er. Dan gaan we naar binnen. Zo, is niks gebeurd hier. Helemaal niks aan de hand. We parkeren hem even door. Hey, opa Gerard. Goedendag, Gerards auto. Gerard. Is dit opa Gerard? Is opa Gerards auto? Nee. Goedendag, meneer. Jawel. Hallo. Goedendag, meneer. Hallo. Hallo. Ik ben heel veel zojuist al een heel tijdje stoptekens vanaf Blokkenpark. Nou, zeg het eens. Waarom zijn jullie niet gestopt toen jullie moesten stoppen? Nee. Maar even, je mag even afstand nemen. Het voertuig ziet er nou uit dat het van opa Gerard is. Dus we denken ook van, nou, dat is opa Gerard. Wat? Ik ga hem een stopteken geven. Dat is niet van opa Gerard, hoor, dat voertuig. Is die echt van u? Die is echt van mij. Kijk maar op de naam. Oké, dan gaan we het zo even checken. Ik wil in ieder geval dan graag een rij- en kentekenwijs van u hebben. Is goed. Nou, dus als we verder niks hebben, dan wens ik jullie nog een fijne dag. Nee, er is wel wat. Maar ik had haast. Mijn auto was aan het roken en ik moest snel door. Ja, precies. Maar ja, sommige mensen, dat is niet echt een excuus om door rood heen te rijden. Want mocht er een fiets of zo. Ja, maar mijn auto is ook rood. Mijn auto is ook rood. Ja, dat klopt. Dat heeft heel veel gezien. Dus dan geef me toch dan de reden om meneer, door rood te gaan. Ik snap misschien dat u de link kan leggen. Onze auto is ook deels rood en dat wij soms ook even door rood heen rijden. Ja. Maar dat heeft andere redenen. Ja. Ja, maar wij hebben ook felle blauwe lampen bovenop meestal als we doen. Dan kan ik ook monteren als jullie het... Ah, dat is een goeie. Nou, dat is niet helemaal toegestaan, hè, meneer. Nee. Maar in ieder geval, ik weet niet of u nog een verklaring wilt geven waarom u het rode licht negeerde. Donuts. Oké. Okay. Donuts. Prima. Dan ga ik daar voorbij. Daar scoort u bij politieagent altijd heel goed. Dat weet ik niet. We hebben toch wel veel in gedaan, hè, zo samen. Zo. Meneer,
Ja, dat heb ik u net verteld. Plus 9 euro administratiekosten. Waarom niet? U, dat zijn 9 euro. U krijgt hem binnen nu en 2 weken thuisgestuurd. U kunt eventueel in bezwaar gaan als u denkt van, nou hé, hey, dit vind ik niet helemaal terecht. Dat staat allemaal achterop hoe okay. U in bezwaar kunt gaan. Prima, prima. Dus... Oh, we hebben een achtervolging. Oh, daar gaan we. Ja, is goed. Stap maar achterin, Henk. Echt? Ja, doe maar. Ja, kom maar mee. Dat doen we niet vaak, hè? Special guest. Oh, dit vind ik echt leuk! Zetten jullie hier net ook weer hier af? We gaan het proberen. Daar kunnen we wel even van kijken. Oké, okay, daar gaan we. Mogen die sirenes aan? Ja, die gaan zo. Oh, ze zijn trouwens, kijk eens, in mijn neprijbewijs zijn ze wel gevallen. Ik heb wel geen rijbewijs. Dat is gewoon een neprijbewijs. Locatie? Hey, zwarte G-klasse. Is dat hem? Moeten jullie hem volgen? Ja, wij momenteel hebben ook zicht op een zwarte G-klasse die nu richting A naar B gaat. Oh. Oh, die sirenes! Oh, wat spannend! Niet bekend. Oh, kijk eens, daar is hij. We zijn deze auto aan het vervolgen. Ik ben ook deel van de politie vandaag. Oh, wat spannend, Pieter. Nog niet zichtbaar. Jong, kan je er wat dichterbij gaan rijden? Ja, ik ga mijn best doen. Oké, Henk, ik wil dat je kijkt of het kenteken met 84 begint. Oké, is goed. Dat kan ik. Dat kan ik. Ja. Ja, positief. Ja. Het begint met 84? Nee. Ja. Ja, 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 absoluut. 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 Oké, okay, ja, ik krijg van betrouwbare bronnen te horen dat het kenteken mogelijk begint met 84. Oh, ik kiet op! En hij stopt niet voor onze stopteken. Achtervolging is ingezet, we rijden nu negatief. Oh, we rijden zuidelijke richting, Middelpark Boulevard. Oh, daar is jullie collega. Villawijk. Ja, daar gaan we, Henkie. Oh, wat moet ik doen? Heb je gordel om? Geef me een pistool, ik schiet wel! Nee. Nou, dat gaan we maar niet doen. Goed naar de auto blijven kijken. Ja, is goed. Moet jij hem vasthouden? Ik hou mijn handjes vast. Ja. En ik hou mijn ogen open. Je hebt je gordel aan? Ja. Ja, we rijden nu geef over me de tiki. Brug richting Blokken Park. Daar is het te zwaar voor, dat voertuig. Au, geef hem een beuk. Nee, dat gaan we niet doen. Als we nog willen blijven leven, dan nee. Ik kan de auto even snel monteren, dat hij even iets sneller is als jullie willen. Oké. Zo werkt het niet, denk ik. Het zijn ook echt drie auto's die we gaat tegen de richting in, bij de blokappartementen. Oh, jullie collega heeft er bijna. Nou, activeer de Zulu. Activeer de Zulu. Activeer de Zulu. Nee. Zet de boot in. De boten? Ja. Nou, er komt wel een verkeerspolitie Audi aan. Ja. Echt? Een hele snelle auto, ja. Oh, die gaat hem inhalen. De enige Zulu-piloot die er nu is in dienst, dat ben ik. Nu zit in deze cockpit. Oh, vlieg. Ga snel vliegen dan. En de enige die ook de boot de handleiding heeft gemaakt. Ja, hij moet weer even uitslaan voor deze agent hier. Maar richting industriegebied. Ik heb wel eens een vliegende auto gemonteerd. Oh, wat gebeurt hier allemaal? Waar is hij? Jullie zijn hem kwijt. Jullie zijn hem officieel kwijt. Ja, Henkie. Het is niet zo goed voor jullie dit, hè. Ja, nou, jullie rijden zo traag. Ja, Henkie, wil je nog terug naar de ANWB? Nou, kijk, weet je wat het is? Er is meer water dan vis. Die was heel scherp. Misschien is het wel die motor, die hoort erbij. Het is één grote conspiracy theory. Wat? Conspiracy theory! Agent! Ja? Ik heb hem net gezien, hij rijdt hier achter jullie. Ja, wij hebben hem ook gezien, maar nu niet meer. Ja, in een steef. Oh, rechts, naar rechts, naar rechts! Nu, ik ga! Ik zag hem, echt, vertrouw me! Rechts, licht aan, en dan gelijk weer naar rechts, de volgende. Vertrouw me, hier naar rechts. Daar, verderop, daar is hij! Ja, 06, die heeft de... Zo, geen in zicht. Rijden zuidelijke richting Orchardville Avenue. Gaat er rechtsaf nog steeds. Op bouten. En dan steeds in het industriegebied. Gaat weer rechts naar het locatie vuurwapen. Deze hoort erbij. Blauwe 5 series. Daar verderop naar links. Zie je naar links, ja. Ja, misschien gaan naar links de brug over. Is voor nu nog uitzicht vanwege een helling. En natuurlijk, moet je hard rijden. We zijn hem weer kwijt. Oké, vertrouw me. Ik ga op mijn instinct. Naar links. Oké, wacht. Dit is mijn instinct. Oké? Dit is mijn instinct. Jullie moeten me vertrouwen. Hierna winnen, links. Vertrouw me. Oh, jullie gingen te ver. Kijk, hij is daar. Dat is te ver al. Dit is helemaal niet wat ik bedoelde. Wat een onzeker instinct heb jij hier. Nee, ik zei naar links. Jullie gingen rechtdoor. Ja, dit was links. Nee, jullie gingen rechtdoor. Er was geen links. Dan was het water in. Maar dan gaan we terug, oké? Oké, vertrouw me. We moeten wel jouw gevoel volgen, natuurlijk. Dit is mijn instinct. Ja, oké. Dan gaan we checken. Kijk, en dan hier, zometeen naar rechts, zeg maar. Kijk, die afslag hier naar rechts, daar naar beneden. Hier rechts? Ja, daar, die bedoelde ik, dat bedoelde ik met links. Dat was een scherpe bocht naar links. Ja, kijk, mijn instinct zegt dat hij hier is. Dan ga ik even short. Waar? Oh, wacht. Omdraaien. Omdraaien? Wat doen jullie nou? En mijn instinct dan?
krijgt zojuist via ons porto doordat hij weer gespot is. Oh, dat wist ik. Vernomen, 06, koppel, verzoek. Oh, zo rijden we. Hier naar rechts. Vernomen, er rijdt ook weer die blauwe 5-series rijdt ook achter hem. Daar is hij. Ik zei toch dat jullie hier in de buurt moesten blijven? Wacht, ik help jullie wel. Meneer, doe je handen omhoog, ben je hoofd tegen het stuur? Nee. Hoezo niet? Dat is toch slim? Dat is niet zo handig, Henk. Dan ziet hij niks meer. Ja, maar nee, dan ziet hij ons ook niet meer. Kijk, dit is het. Vertrouw me. Klinkt misschien gek hoor, maar... Rechts, hier weer naar rechts. Hier naar rechts, naar rechts. Naar rechts, goed zo. Zie je, ik wil een medaille. Henk, zo bij het korps. Nee. Ja, ik wou het zeggen. Ik wil echt een medaille na afloop. Een medaille? Ik ga zorgen voor een medaille voor jou. Een lintje? Nee, een medaille. Oh. Huh? Waar zijn jullie nou? Niet. Rechtdoor. Doorrijden. Dit is hem! Oh, dit is hem niet. Hebben we hem nou gevonden of niet? Nee, maar we gaan nog naar een hele spannende melding. Oh! Spannender dan deze? Ja. Oké, ik ben er klaar voor. Oké, Henkie? Ja? Meneer Jotun, ik weet niet hoe je genoemd wil worden. Henkie. Henkie, oké. We gaan nu naar een hele gevaarlijke situatie. Oké. Wat ik van jou moet doen, is als jij iemand met zo'n schietgeweer ziet... Erop afrennen! Nee. Au. De voorspringen! Gewoon heel hard schreeuwen. Als ik met iemand met de wapens zie, heel hard schreeuwen. Ja. Jullie hebben wapens! Jullie hebben ook wapens, moet ik dan ook schreeuwen? Nee. Als een collega van jullie wapens heeft, moet ik dan schreeuwen? Nee, dat wij, we gaan naar de netten. Jullie moeten dan schreeuwen! Als er iemand die geen politiekleding aan heeft, een wapen heeft. Oké, dat en graag in de auto, denk ik, blijven. Maar dan kan ik toch niemand zien met hun wapen? Oké, ik blijf wel zitten, Ja, stop maar, we gaan hier naar binnen. Ik blijf achter de auto zitten, oké? Ik blijf achter de auto. Kom maar.